Warne Haan, jouw trainer noemde deze wedstrijd vooraf misschien wel de belangrijkste van het seizoen. Dan is het een hard gelach dat je na afloop met 0 punten staat. Ja, dat is heel zuur. Eerst al, we komen achter door onze eigen fout. En dan kom je nog goed op 1-1. En dan gaan we de rust in. En dan zetten we dingen recht. En hopen dat de tweede helft beter gaat. En de tweede helft ging we goed uit de startblok. Alleen door een grote fout van mezelf komen we op 2-1 achter. Dan daarna komen we nog. Proberen we het. Komen we daarna 10 minuten voor tijd op 2-2. En de derde goal is eigenlijk precies hetzelfde als de eerste goal, of als de tweede goal. Komt voorzet. Ik blijf staan en die bal gaat bij de tweede paal, wordt die binnengekopt. Dan is het heel zuur en dan reken ik me vooral mezelf dat aan. Laten we even teruggaan naar die tweede goal van Eindhoven. Hè. Dat zag er een beetje knullig uit, want je had die bal en toen liet je hem los. Wat gebeurde daar precies? Ja, die bal komt voor en er is niemand in de buurt en ik laat hem gewoon los. En die bal hobbelt zo de andere kant op voor de voet van de spits en die schiet hem binnen. En, op zo'n moment is het heel zuur voor de keeper. Is dat dan pech of onoplettendheid op zo'n moment? Ik ben ook een mens, ik maak ook fouten en liefst maak ik deze ook niet. Maar ja, dan op zo'n moment dan baal je echt ontzettend. En morgen gewoon weer verder en dan hoop ik dat volgende week dat we er weer staan en dat ik ook beter speel dan vandaag. Toen die 2-2 viel vlak voor tijd, prachtige goal trouwens, ik hoop je niks voor na afloop, maar had jij toen het gevoel, we gaan hier nog wel een puntje uitslepen? Ja, sowieso, misschien nog wel meer. Je weet dat op dat moment wordt het heel moeilijk, ook voor de tegenstander. En op zo'n moment, dan wil je graag naar voren gaan. En dan komen we eigenlijk gelijk weer op die 2 achter. Dat is gewoon heel zuur. Het is eigenlijk vreemd, hè? Je kent het belang van deze wedstrijd, vooraf ook. En als je dan ziet hoe jullie aan deze wedstrijd beginnen, dan strookt dat eigenlijk niet met elkaar. Ja, dat is gewoon slecht. We begonnen heel slecht. En daarna begonnen we een beetje te voetballen. En dat resulteerde nog niet gelijk in kansen, maar we kregen wel meer veldoverwicht. En uiteindelijk is dit gewoon een dramatische wedstrijd. Hoe kijk je nou naar het vervolg van die titelstrijd? Als Willem II morgen wint, wordt het gat 1. Een klein gat dus. Hoe kijk je daarnaar? Ja, gewoon positief kijken. Tuurlijk, we hebben vandaag niet best gespeeld. En we geven eigenlijk alle 3 de goals weg. Maar we moeten gewoon weer vooruit kijken. En dan gewoon van wedstrijd tot wedstrijd kijken. En dan zien we het voor de rest van. Met nog altijd een rotsvast vertrouwen in dat kampioenschap? Ja, natuurlijk. Dat sowieso. Als je gewoon eerste staat, heeft het ook een reden dat je eerste staat. En ik vind ook gewoon dat we dat moeten uitstralen. Dat we volgende wedstrijd er gewoon moeten staan.